Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Wolking en opklaringen wisselen elkaar af, vertrekken wat dikkere wolken over het land met hier en daar een spatje regen, een lichte bui. En dat zou in de ochtend ook plaatselijk kunnen gebeuren, maar veruit op de meeste plaatsen is het gewoon droog en de zon schijnt toch echt behoorlijk. Temperaturen liggen rond 14 graden, lopen wel verderop en komen vanmiddag uit op een graad of 19. Misschien dat het in het zuidoosten van het land nog net 20 graden wordt. De kans op een bui neemt geleidelijk verder af. De zon schijnt geregeld en er waait de meest matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond eh, toch wel vrij brede opklaringen. Het blijft meest droog. Het waait flink langs de kust, maar in het binnenland neemt de wind juist wat af. En de temperaturen gaan uiteraard wat omlaag richting een graad of 16. Morgen de zon met meest droog weer. Lokaal misschien een spatje, maar het stelt weinig voor. Het wordt 19 tot 22 graden. Wind nog altijd uit een westelijke richting en meest matige van kracht. Voor de woensdag staat meer regen op het programma. Voordat die neerslag het zuidoosten bereikt, kan het daar nog 21 graden worden. In de middag klaart het van het noordwesten uit weer wat op, met in Noordwest-Nederland 17 of 18 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig weer met een behoorlijk windveld. Af en toe de zon, maar ook een bui. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl